Al 25 jaar werken KPN en de Johan Cruijff Arena samen aan technologie en innovatie. In het arenagebied zijn vaak meerdere grote evenementen tegelijkertijd. Er kunnen dan wel meer dan 100.000 mensen tegelijk in het gebied aanwezig zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat dat veilig verloopt? We zijn hier in het operationeel mobiliteitscentrum. Dit is een ruimte die we gebruiken bij grootschalige evenementen om met alle gebiedspartners eigenlijk alle stromen die er op ons afkomen te coördineren, te sturen, te adviseren en te informeren. Hoogtepunt van het mobiliteitscentrum is een dashboard waarop bezoekersstromen real-time worden getoond. Nou, we hebben aan de voorkant dus de data van de verkochte tickets. Dat is viercijferige postcode-data, dus niet herleidbaar naar een enkele persoon. En op basis dat één persoon uit die postcode zijn ticket aanbiedt, die wordt gescand, dan weten wij die persoon is uit die regio binnen en gaat er dus een tellertje af van, in dit geval Limburg, waar misschien iemand nog vandaan moet komen. En als er dus een gebied in Nederland op deze kaart donkerrood blijft, dan betekent dat daar dus nog veel bezoekers vandaan moeten gaan komen. De data die wij hier gebruiken is eigenlijk relevant voor zowel publieke als private partijen. Enerzijds aan de voorkant omdat wij de inzet daarop aanpassen, de operationele inzet, bijvoorbeeld bij OV-partijen, maar denk ook aan de politie. En die data geeft ons inzicht hoe mensen komen. We weten dat we daardoor meer focus moeten hebben op bijvoorbeeld wegverkeer of een bepaalde parkeerlocatie of OV. En dat helpt dus in de voorbereiding, zodat we weten waar de eventuele problemen kunnen gaan ontstaan. In de praktijk betekent dat voor de bezoeker dat er na de wedstrijd altijd een trein op je wacht. Ik sta hier op station Amsterdam Bijlmer Arena en we proberen ervoor te zorgen dat de reizigers die komen vanuit een evenement zo snel en comfortabel mogelijk vervoerd kunnen worden. In Londen is het zo dat ze soms 10 metro's per minuut of per 5 minuten kunnen laten vertrekken. Daarmee hebben ze een enorme vervoerscapaciteit direct na het evenement. Daar zit vaak de grootste piek, ook bij ons. Ja, het is wel spannend als op het moment dat iedereen naar buiten gaat en dan hoop je dat je die maatregelen die je genomen hebt, dat die werken. Als er een kink in de kabel komt, dan is het nog spannender. En dan ga je kijken van oké, en waar moeten we dan aanpassen? Wat moeten we extra doen om toch zo goed mogelijk te kunnen handelen? Dus als de netwerkdekking in het stadion of daaromheen niet voldoende zou zijn, dan is dat een enorm probleem voor ons. Voor de service die wij bieden voor de bezoekers. Maar ook daadwerkelijk echt een veiligheidsissue. Omdat wij bijvoorbeeld geen data zouden krijgen over hoe het ergens op de boulevard is. At the end of the day is het belangrijk voor ons dat de bezoekersreis daardoor verbetert. De toekomst is rooskleurig, want er gaat steeds meer data komen. Er gaat steeds meer mogelijk worden met data, waardoor we ook echt meer gaan voorspellen. En ook dat gaat bijdragen aan de reis voor de bezoeker. Het is bijzonder dat we met zoveel partijen samenwerken, behalve de Johan Cruijff Arena, ook de gemeente Amsterdam, de politie, de NS en diverse marktpartijen. En uiteindelijk brengt iedereen zijn eigen expertise in en daar profiteert de bezoeker van.